De Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs, AHKCO, hield gisteren een paneldiscussie over communicatie. Het thema van deze discussie was communicatie in relatie. Wat zeg je tegen mij? Waren parlementariër Karel Breeveld, socioloog Julia Terborg en Kitty Derby, lid van de vrouwenorganisatie CISA. Alle drie inleiders brachten communicatie in verband met mannen, vrouwen en kinderen. Het belang van eenheid tussen mannen onderling, vrouwen onderling en ouders en kinderen stond centraal op deze avond. We brengen u enkele indrukken. Het idee achter CISA is eigenlijk om vrouwen te bundelen, om het te zijn voor elkaar. Het woord zegt het al, CISA, see you CISA, zie je zus staan. Als je zus in nood is, help je zus. Want wat we vaak tegenkomen is dat de grootste vijand van de vrouw is de vrouw zelf. Omdat we elkaar niet optrekken, we halen elkaar neer. Wanneer we in nood zitten, dan in plaats van een helpende hand te bieden, dan willen we erover gaan praten, over shu-shu-shu in een hoekje. Maar dat is dus eigenlijk niet waar CISA voor staat. Ik ben nu verbonden aan het IGSR, waar we net een heel groot onderzoek hebben afgerond naar geweld tegen kinderen. Het is een landelijk onderzoek geweest, een opdracht van de DNA en met ondersteuning van UNICEF. Ik ben eigenlijk altijd bezig met het bestuderen van maatschappelijke vraagstukken, maar dat niet alleen. Ook kijken van hoe we de resultaten uit onderzoek inderdaad kunnen vertalen naar actie. Ik ben daarom ook actief inwerken zoeken naar oplossingen. Het is niet altijd makkelijk. Maar ik denk dat een belangrijke voorwaarde in het zoeken naar oplossingen is dat we met elkaar praten. Kitty Derby en Julia Terborg over het belang van communicatie in de maatschappij. Ook Karel Breeveld heeft graag dat mannen meer met elkaar praten. Ik denk dat het belangrijk is dat we vooral ook kijken naar hoe kunnen mannen in hun gezinssituatie, vooral waar vaak vrouwen een leidende rol vervullen, meer een rol van betekenis vervullen. Waarin mannen ook serieuzer gaan om te zeggen van, en er zijn een aantal mannen en ik ben dankbaar daarvoor en mooie voorbeelden, maar ik vind dat we dat niet zijn. En ik vind dat mannen ten aanzien daarvan veel meer betrokkenheid mogen tonen en gesprekken aangaan. Weet je, en extra aandacht geven aan onze jongens. Ik denk dat dat gewoon van heel erg groot belang is. Als we hen willen stimuleren tot beter communiceren. Dat we ook beter naar hen luisteren. En hen ook de ruimte geven om hun hart te luchten. Omdat we soms het idee hebben dat de jongens het wel, ze weten wel. Ze willen wel hun weg. Dat is soms de gedachte. Maar ik denk dat de gedachte niet juist is. Tot zover doe-parlementariër Karel Breeveld gisteren tijdens de discussieavond van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs. De discussie is gehouden in het auditorium van Self-Reliance.